Ik weet niet wanneer ik deze video nog naar buiten toe drop. Of dat het whatever is. Maar weten jullie nog? Net de Haan, zogenaamd de hele hooligan. Maar wat hebben we er nou eigenlijk echt van gezien? Ja, dat, dat hij één keer bij een stop ligt en een tikkie van een agent krijgt. Dat hij een paar keer op dat Mali veld met een roeptoeter, zeg maar met Zorro. Over dat veld heen, voor de wifi verbinding. Dat die hele toneelstuk met Essie Blessie. En uh, op vakantie met het geld van Ome Jan. Allemaal toneelstukjes op internet aan het voeren. Mij heel erg belachelijk maken en doen alsof dat mediteren wat ik met Joby toen ook deed. Oh, ik, ik kan niet mediteren hoor. Allemaal gekke geiten en alles eroverheen. Waarna die alles en iedereen tegen elkaar opzet. Van alles en iedereen aan het beschuldigen is. Ook Inge. Maar daarna zit hij met Inge van 3 naar 5D. En zijn ze gewoon precies aan het doen, een jaar lang. Waar ik het eerste jaar over aan het praten was, zijn ze gewoon de inhoud van mijn filmpje aan het langs aan het gaan. Chris, gewoon serieus aan het kopiëren, dromen aan het stelen. En Inge, die is gewoon op alle mensen, allemaal mensen aan het uitnodigen. En de gesprekstoffen, die gaan precies in de volgorde. De mensen die ze uitnodigen, precies in de volgorde hoe ik met mijn filmpjes Ze zijn alle twee bezig met demonstreren, heb geen zin. Inge die ging zelfs dat spiritueel doen, geen zin had. Om de naren waar ik dan mee bezig bleef te doen alsof dat kwam. Alsof mensen dan getraumatiseerd zijn uh, waar ze doorheen gaan. Of dat het uh, psychisch iets is en weet ik het allemaal. Het is een hele verhaal bij poppenkast. Helikoptergelijkjes af laten spelen. Met de ene na de andere samenwerken om het alles en iedereen te slopen. Door hem wel te raad raadgeven, vast met spraatjes. Ze dus zijn met hele piramideschemes bezig. Weten jullie nog? Met alle chats, met al die mails die ik elke keer naar buiten heb gebracht. Het maar door en door en door blijven gaan tot uiteindelijk echt gewoon allemaal woorden en mijn zinnen. Ik teken een toverstaf waar ik ook over praat omdat ik erover had gedroomd. Hij heb in een keer een Facebook-toverstaf. Ik zeg één keer voor de grap: wie is hier nou de snackbird? Hij maakt er zelfs liedjes over. Hij maakt zelfs liedjes over dat mensen je dromen stelen. Weten jullie nog? Met de ene naar en de andere samenwerken. Om naar een showtje op te houden en dan zeker nu te gaan doen alsof het komt omdat die mensen niet vertrouwd. Of dat het komt omdat mensen niet te vertrouwen zijn. Maar er wil een acteur een mee ophouden. Zo drijft er ook ergens een laptop. Die niemand gezien heeft, die niemand hem in de sloot heeft zien gooien. Maar hij heeft er overlopen praten. En Mike Tewen die speelde het spelletje mee. Zo hebben ze gewoon met de hele groep mensen hem naar binnen toe gehengeld, Daro. Zijn ze erna gaan doen alsof hun allemaal niet te vertrouwen zijn, maar hebben ze hem wel achtergelaten. Zitten ze nu met allemaal andere Kavara-accountjes in zijn chat om hem omhoog aan het helpen. Zodat hij op zijn plek kan blijven. Zodat hij kan blijven stelen van andere mensen. Machtsmisbruik, blijkbaar, een heleboel mensen wel cadeautjes geven, geld geven en zo om gaande te houden. Vertrouw die niet, dat niet, zus niet, maar Miranda wel. Maar waar sloot Miranda aan dat het klaar was? Bij Barry Anderson, bij het Tifop, bij de Alternatieve Eenheid, met Brabo en zo. Maar hetzelfde met Ellen. Of die Helen, stopt ook ineens toch? Die was in één keer ook daar aan het leuk doen. Met Bastian La Roche in de chat en zo. En samen met Bravo een Facebookpagina, Leidborgers, aangemaakt. Die eerste groep is echt gewoon één groot acteersoontje, Met Piet420 en met Hans die helemaal lijp en gek aan het doen zijn. Daar al zaten de opstokers tussen. Om daarna mensen in hun nekveld te grijpen. Hun zijn gewoon die undercover via politie, de overheid. Het beschermen van rechtszaken zoals demming en alles. En iedereen de mond te snoeren die over pedofilie en zo praat. Waarbij ik al de hele tijd zeg: je moet mij niet nadoen. Je moet geen spelletje spelen, want mijn identiteit is beschermd. Maar naar iedereen heb kunnen zien hoe vies familie verraadt. Vrienden die binnenkwamen, Sandra heb ook wat gekregen of gestolen, naar het buitenland verhuizen. Meerdere buren, waar ik me heel hard kan luchten, en de ene van de buren die zegt: uh, Of een baas, het zo, De wietdealer, de groenteboer. Staat ook allemaal hè? op Voice Recorder, Want ik, dat laatste jaar vertrouwde ik niemand meer. Maar was ik wel gierig voor mijn wiet. Maar heb ik al die gesprekken heb ik allemaal opgenomen. Anderen die daarover. En niet iedereen is slecht, hè? Ian. He, maar wanneer ik te veel namen doe. Staan er twee beren voor de deur. Al dat toneel en toneel. Ik ben niks vergeten en al mijn video's. Die zijn er. En als het moet, kunnen ze allemaal weer openbaar. Dat het verraad was groot. Zelfs spelletjes gespeeld met Clio. En klagenstaart nummer 60. Vanuit het leger zit die daar al. Buren hiernaast me doen alsof ze katholiek zijn. Ook met smerigheid bezig. Tot uiteindelijk iedereen die in de mails van Jenny heb kunnen lezen. Uiteindelijk zelfs de mails van Joey nog even daarover. Die wou nog eventjes extra wrijven. Alles gebeurt openbaar en bloot, maar niemand die gelooft jou. Hi -hi, haha, het, het ligt aan jou. En dan ga je naar die site van, uh, is dat gewoon, uh, is ze ook mijn destiny aan het stelen? Wat Chris nog leuk ging doen, oh, kijk, Ian heeft wat nieuws. Hij is nu met torodkaarten. kaarten. De een na de andere en met z'n allen samenwerken. En dan weer doen alsof hij uh, mensen niet vertrouwt. Het ligt altijd aan een ander en niet aan hem. Maar wel iedereen en alles gebruiken om mij lastig te vallen, om mij in de weg te lopen. Iedereen in chaos houden. Mensen die niet bang waren, zijn, die konden boos doen. Volop spelen met de emoties. Volop mentaal alles en iedereen in de war maken. Volop overal aan het scammen. Want dat is gewoon wat er gebeurd is: scammen. Mensen waarschijnlijk ook bedreigen en chanteren. Eh, wel aan informatie komen die ik niet mag weten. En daar dus ook weer andere mensen mij lastig vallen. Alles en iedereen tegen mij opzetten, waardoor ik helemaal alleen kom. En daardoor is er ook niet hulp. Daardoor komt er ook niet. Blijkbaar uh, in hun ogen de gerechtigheid richt ik bij. En kunnen ze alles gewoon openbaar? Open en bloot op dat internet doen? Kan iedereen meekijken? Dat is wie, Christus. En dan kijk je naar die oude video's waar vriendje ook mee kwam. Wie ziet er nou uit als een undercover agent? Zogenaamd de hele hooligan. Daarna zogenaamd doen alsof hij aan het channelen was. Maar het is duidelijk dat die Engelse boeken of zo aan het vertalen is. Want hij citeert zelfs. Nu een site van de schrijver. Terwijl hij het zelf aan het opschrijven was, toch? Zo is hij. Hè? Zogenaamd slim, maar allemaal domme dingen aan het doen. De ene na de andere valkuil neerleggen. Doen wat hij is, alsof ander, alsof ik dat ben. Alles wat ik ben, doen alsof hij dat is. Dus eerst met de hele andere kaffe leger. Hem binnen hebben gebracht. Daarna doen alsof dat hele leger vals is. Die zijn allemaal zichzelf voor schut aan het zetten. Gekke dingen aan het doen. Niemand vertrouwt ze. Maar daarna is hij ook gewoon alles en iedereen de mond aan het snoeren. Die wel wat te vertellen hebben. Het is gewoon een doodmaakprogramma van de overheid. En ondertussen gewoon de corona gebruiken... Om erfenissen te stelen. Om satani satanische rituelen of sadistische rituelen te verstoppen. Pedofilie te verstoppen. Zorgen dat geheimen geheim blijven. Kijk wel of de overheid mij als kind, als baby, gekidnapt heeft. En daarna gewoon met adoptiepapieren me weggemoffeld heeft. En waar plaatsen ze me? Bij dieven die me graag een huis wou hebben voor de erfenis. En met alles wat bezig is, sowieso. Mensen mogen mij destiny hebben, omdat familiegeheimen geheim moeten blijven. En, hè? Mooie mensen.